Jij bouwt dus een sprookje voor je begrip. Ik bedenk ze. In die zomer van 82, toen ik daar voor de krant was, hoorde ik die geluiden uit ons huis weer heel sterk in de klankkast van mijn geheugen opgenomen. Ja, met het idee. Het zit voor een deel ook in de geest. Ja, want op zich geeft hij een heel mooi kader aan. Maar de vraag is natuurlijk van, ja, hoe wordt het betaald? Ja.